Noah Fale vond het niet prettig dat Johan Derksen haar uitmaakte voor doodsaaie bakvis, al dus haar mentor Helene Hendricks. Ik denk niet dat ze het heel leuk vond. Fale was voorheen regelmatig te zien in Vandaag in Sight, maar na de opmerking van Derksen in januari is ze niet meer in de studio verschenen. Na vier maanden ontstonden er geruchten over een conflict met zes. Hoewel Fale hier vaag over deed toen ze werd bevraagd, verschijnt ze nu weer in items op locatie, maar de warme band lijkt verdwenen. Zeskenner Victor Vlam besprak de situatie in de podcast De Communicados met Helene Hendricks. Johan noemde haar saai en sindsdien was ze zes maanden lang niet te zien bij Vandaag in wat speculatie veroorzaakte, zei Victor. Hij wees ook op Noah's vage reactie en Helene's luchtige opmerking, ja, ze is gekanseld, hahaha. Ha. Dit wekte de vraag op of er een conflict was. Helene ontkende dit en zei dat Noah's afwezigheid niets met Derksens opmerking te maken had. Volgens Helene was Noah's afwezigheid te wijten aan de irrelevantie van haar aanwezigheid tijdens bepaalde uitzendingen. Noah zat alleen met toernooien bij 6 en deed geen eredivisie bij ESPN, dus het had geen zin om haar op maandag of vrijdag in de uitzending te hebben. Victor twijfelde aan deze uitleg en vond dat Helene iets verborg. Er zit wel verschil tussen iemand die een paar weken niet te zien is en iemand die een half jaar wegblijft. Helene verdedigde Johan's eerlijke stijl, ook al kan het soms confronterend zijn. Wat ik sterk vind aan Johan is dat hij altijd zegt wat hij denkt en het maakt niet uit over wie het gaat. Maar nee, Noah was niet gecanceld. Victor bleef sceptisch, wijzend op Noahs prominente aanwezigheid op de cover van het vandaag inside puzzelboek. Helene bevestigde Noahs nauwe banden met het programma. Het gesprek eindigde luchtig, waarbij Helene vertelde over haar hechte vriendschap met Merel EK, die bij haar verbleef tijdens de oranje zomer. Merel is echt een vriendin van mij. Ze bleef bij mij, waarschijnlijk ook omdat ze gek is op mijn hond, Bobby. Ik hoop niet dat dat de enige reden is, trouwens, grapte Helene. In dit gesprek lijkt Helene haar protegen te beschermen, terwijl Victor twijfels houdt over de ware reden achter Noah's langdurige afwezigheid bij vandaag in Said.